Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep Zeeland. Donderdag 5 januari met straks veel zon, weinig wind en bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt het ongeveer 5 graden. Goedemorgen, waarom je in een elektrische auto wil rijden? En met heel veel van die auto's achter elkaar om een recordpoging te plaatsen. Hoor je straks veel meer over in de Vroege Beller. De verwarde wereld, the world of the land of confusion beter, van Genesis. 10 minuten voor 7:30. Altijd leuk om Ramon Rottier uit Seraarenskerk weer aan de lijn te hebben als Vroege Beller. De man die ons allemaal aan de zonnepanelen wil en andere groene maatregelen. Ramon, goedemorgen. Goedemorgen Remco. Want zo zie ik jou. Ja, het is prima, uitstekend, mooi nieuw jaar begonnen. Zeker, voor mij ook. Ja, wat gaat dit jaar jou brengen? Heel veel lol in ieder geval en heel veel plezier in de elektrische auto. Want dat is toch wel een geweldig iets om in te rijden, vind ik. Ja, want dat is waar jij het graag over wil hebben en ook met een reden. Jij hebt een elektrische auto dus? Ja, ik heb een elektrische busje zelf. Die hier niet zo vaak rondrijden, maar het is nu van een volledig elektrisch voertuig, 100%. En ik vind dat gewoon enorm heerlijk rijden. Een stuk stiller en rustiger. Je hoort de motor niet. Ja. Dat is wel prettig. En de auto trilt ook minder. Wat dat nou? Als we moeten kiezen tussen een brandstofauto of een elektrische auto, dan geef mij maar een elektrische auto. Ja, maar dat is inderdaad het voordeel, vooral de stilte en dat hij niet trilt? Dat is een hele goeie. Het voordeel is vooral is dat je qua je rijgedrag langzaamaan anders wordt. En je komt ook veel minder gehaast thuis. Wat bedoel ik daarmee? Als je in een brandstofauto zit, dan voelt die auto altijd nog wat triller, zeg maar. En daardoor ga je, van mijn gevoel, qua rijstijl wat agressiever worden. En als je in een elektrische auto zit, zeg maar, dan kom je veel ontspannender thuis. En dan kan je gewoon de wereld nog steeds aan, zeg maar. Ja, want je drukt dat, gaspedaal is het dan niet. Dat pedaal in elk geval en zoef, daar ga je. Ja, absoluut. Absoluut. Zonder geluid? Je hoort wel iets geluid. Je hoort de motor op een gegeven moment toch wel een beetje geluid maken. Maar dat is echt zo weinig dat je gewoon rustig de radio aan kan zetten. Je hoeft niet volaan hard aan te zetten als je met een plaatje mee wil zingen, zeg maar. Maar die kan gewoon op rustig volume aanhouden en dan gewoon lekker meezingen met het liedje, zeg maar. Dus maar gewoon, dat is volgens mij ook wel eens als nadeel gezien, hè, dat hij zo stil is. Omdat je dan als andere weggebruiker, als fietser of als wandelaar, die auto niet meer hoort aankomen. Klopt. Dat is wel even iets waar je toch een beetje rekening mee moet houden, zeg maar. Want dat doe jij, daar hou jij rekening mee? Ja, tuurlijk. Want je weet gewoon dat hij stiller is. Dus het kan soms even duren dat mensen het doorhebben. Ja. En als ik fietsers voor me zie rijden, zeg maar. Nou, tegenwoordig de wegen binnendoor hebben zo'n rubbelrand links en rechts. Dus dan ga ik daar bewust wat eerder overheen rijden. Zodat ze horen van, hé, er komt wat aan. En dan gaan ze rustig aan de kant. Dus dan kan ik toch rustig hun voorbij rijden, zeg maar. Ja. Zondag hoeft te toeteren of van joh, gaat aan de kant. Is wel even wennen, denk ik, als je dan zo'n elektrische auto hebt die dus vooral stiller is. Ja, het is zeker wennen, maar ik vind het zo lekker. Wat dat te gaan, zoals ik al zei, als je moet kiezen, elektrische auto. Maar wel op tijd opladen natuurlijk, want dat is ook nog wel een dingetje, toch? Ja, het is wat opladen, ook voor onderweg. Je moet er een klein beetje rekening houden met je routeplanning. Maar aan de andere kant, als je het zo kan doen, zeg maar, dan hou je ook in eigen netjes zelf van de rij- en rusttijdenwet die voor Nederland geldt. Ja, dat heb je ook weer aan de hand. Er zit best wel wat voordeel aan. Jij we gaan naar de start. Start van de Guinness Book of Records. Hoi hoi. En daar is de start. Jij vroeg aan mij van, mag ik weer eens bij je in de uitzending? Want ik doe mee aan het wereldrecordpoging langste stoet 100% elektrische auto's. Ja. Op 26 maart in Helmond. Wat is dat nou weer? Omdat ik het gewoon, blijkbaar gewoon hartstikke gaaf om mee te maken. Je ziet ineens meer dan 600 voertuigen op de weg rijden. Maar ja, hoe vaak maak je dat mee? 600 van die auto's achter elkaar? Ja, niet alleen auto's, maar ook vrachtwagens. TU Eindhoven komt ook met een zonneauto. Als het maar elektrisch is? Ja, volledig 100% elektrisch is. Wauw, waarom wil je daar aan meedoen? Gewoon voor de ervaring. Het is gewoon, lijkt me gewoon super gaaf. Ik heb vroeger ook al een motor gereden ook. Toen zat ik met 18 of 20 motoren, reden we dan door het landschap. Heel de polderwegen.
En ja, dat was gewoon zo leuk om mee te maken. En nou kwam ik ineens tegen op internet, of sinds ik heb erop getipt via Twitter. Van, doe je mee met deze recordpoging? Ik zeg, ja, waarom niet? Ja. Ik hoef er niet langer van na te denken. Ik bedoel, hoe vaak maak je daarmee dat je in een soort meeting komt? Je hebt natuurlijk van die Volkswagen meetings bijvoorbeeld, of andere hobbyauto's. En dan komen we ineens niet terecht aan een meeting met volledig 100% elektrisch. Ja. En heel stil dus inderdaad. Dat lijkt me ook heel gek als je 600 auto's bij elkaar ziet en, ja, en je hoort bijna dat niks. Lijkt me echt, dat soort dingen lijkt me gewoon super gaaf om mee te maken. Ik bedoel, het is een recordpoging voor het Guinness Book of Records. Er is al een recordpoging, probeer ze te breken. Met in ieder geval 600 voertuigen. Ja. Het lijkt me gewoon echt super geweldig. Ik bedoel, je ziet er ook een vrachtwagen of een vuilniswagen volledig elektrisch ronddraaien. Ja, dat lijkt me gewoon super gaaf te zien. Als techniek bij elkaar. Dat bijzonder worden. Wij spreken af na 26 maart, want dan is dat allemaal te doen in Helmond. Die wereldrecordpoging langs de stoet 100% elektrische auto's. Zo heet het voluit. Na 26 maart dan bellen we nog eens, want ik wil wel weten hoe dat was. Ja, en dan als mensen willen kijken voor de website, voor meer informatie, dan is het www.e-parade.nl. En dan kunnen mensen dan rustig over nakijken. En als mensen ook een volledig rechtse auto hebben, schrijf je eigen in, het wordt zo gaaf. En kijk eventjes op facebook.com/zeelandwordtwakker of Twitter @RemcoNu, want daar staat de link in. Elektrische auto's, de e-parade. Ramon Rotier uit Seerarendskerke deed mee dit weekend. Hij is de vroege beller. Goedemorgen, Ramon. Goedemorgen, Remco. En hoe klinkt dat dan als je 800 auto's, geloof ik, hè, ongeveer, bij elkaar hebt? Het is bij elkaar 746 auto's geworden, hè, de recordpoging. Die stond op 577, maar die is gewoon keihard gebroken door met 746 auto's.
En als je erin slaapt, klinkt dat heel stil. Het enige wat je hoort is misschien het geluid van je eigen autobanden rollen. En voor de rest hoor je helemaal niks. Doe het raampje open en je hoort tegen wat je hoorde, waren de vogels, zeg maar. En het was gewoon druk op de weg. Ja, dat moet toch een wonderlijke ervaring zijn. Want ik weet, hè, je hebt dat ook al eens in Zeeland wat wakker verteld. Je bent echt een ambassadeur voor duurzaamheid. Voor hernieuwbare energie, zonne-energie, dat soort dingen. Ja. En dus ook elektrische auto's. Maar je was nog nooit met zoveel auto's tegelijk bij elkaar. Nou, als je daar bent, zeg maar, dat is zo massaal. En als je dan vertrekt met z'n allen, dan zou je denken, nou, hoop herrie van auto's. Iedereen is gewend om een motor te horen. Maar dat was helemaal niks. Ja. Ja, precies. Het was gewoon echt heel stil. En dan sta je daar het eerste stuk een beetje een soort van gibbe. Nou, normaal gesproken, als je in de file stapt, doe je raampjes open, dan hoor je ook altijd auto's om je heen. Dat was gewoon nu niet. Want het eerste stuk was bedoeld om even te tellen of er echt zoveel auto's echt meededen aan de route. Een controlepunt. Ja. En op een gegeven moment was het ook een stukje terug. De eerste deel draaide om terug te rijden richting terrein. Nou, die kwamen voorbij rijden. Normaal gesproken, als je in de file stapt, dan zou je denken, nou, dan hoor je de andere kant van de auto's gewoon altijd allemaal voorbij zoeken. In zoverre met motorgeluid. Nu niet. Maar het was alleen maar wat je hoorde, was een soort waaiend geluid, zeg maar. Maar is dat voor jou dan een andere beleving dan als je langs een weg staat met allemaal auto's die inderdaad wel vroom zeggen, nu langs een weg of op een weg, want je reed ook mee, waar je geen geluid hoort? Het is zo raar en zo stil dat ik gewoon uit kalender van de radio eventjes heb aangezet om de stilte te breken. Echt waar? Ja, het is echt heel raar. Normaal gesproken verwacht je heel veel drukte om je heen en toestanden, maar ja, het was gewoon stil. Maar je wist dat het stil zou zijn? Ja, maar niet zo stil. Het is echt, het was een hele aparte ervaring om mee te maken. En wat dat begaand, heb ik op die manier een klein kijkje kunnen krijgen in de toekomst, zeg maar. Maar stel dat ze inderdaad allemaal elektrische voertuigen zouden rijden, nou, dan is dit het enige wat je nog hoort. Zeg maar. Ja, is dat ook waarom je juist mee wilde doen aan die recordpoging? Om gewoon eens te ervaren hoe het is om, nou ja, misschien wel over, weet ik veel, 20 jaar, 10 jaar, 30 jaar, wie zal het zeggen? Onder andere. En ook voor mij, ook andere mensen ook te ontmoeten die ook een elektrische auto hebben. Want, ook na afloop, dan blijven toch met iedereen praten. Hoe het was, ervaring en wat hun tot nu toe hun ervaring hebben met elektrisch rijden en al dat soort toestanden. Dus, ja, het was echt heel leuk om mee te maken. Ja, meet and greet met een heleboel mensen dus. Ja, een soort van, ja. Ja, ja, met mensen die gelijkgestemd zijn, denk ik. Want jij gaat best ver. Als je het over duurzaamheid hebt, hè, met waterbesparing, met energiebesparing, dat soort dingen. Uh-huh. Hartstikke mooi. Maar je bent wel een uitzondering nog steeds. Als je daar staat, en er staan meer dan 746 auto's. Dan heb je dat gewoon echt niet meer. Als het gaat om elektrisch rijden. Er stonden meer dan 350 Tesla's daar zo. Een elektrische vuilniswagen stond er. Drie bussen volledig op elektrisch. Er was zelfs een omgebouwde kever. Een omgebouwde snoek was er. En er was dan iemand anders, dat had een hele leuke hobby. Die had gewoon een soort karretje gemaakt. Een nep ezel ervoor gezet. En daarmee ging hij dan ook de E-parade afrijden. Ja. Je voelde je even onderling verbonden met elkaar. Begrepen, dat vind ik wel een zwaar woord. Nou, nee, ik zeg het een beetje flauw, maar het is echt gewoon heel apart om zoiets echt mee te maken. En dan ben je terug, dan ga je naar afloop. Gaat iedereen toch met iedereen praten. Normaal gesproken zou je zeggen, nou ja, dat was het. En we gaan ergens naar binnen, want er waren nog een aantal andere activiteiten te doen daar zo. Nee, ik bleef gewoon buiten en gezellig bijkletsen. Ja, nou, het grappige vind ik vooral dat jij zei van dat je het, hè, ook al wist je dat die auto's maken nauwelijks geluid, dat je het zo stil vond dat je toch geluid wilde horen. Dat valt me zo op, joh. Ja, nou ja, omdat je dat eigenlijk gewoon als normaal gesproken als je in een auto zit, dat gewend bent dat je toch wat meer hoort. Het bleef gewoon stil. Joh. Leuk dat je er weer was, Ramon. Graag gedaan. Als vroege beller in Zeeland wordt wakker over... En nou ja, kom nog maar eens een keer terug als vroege beller. Want je klinkt altijd enthousiast. Dat is mooi.